Natuurlijk wordt nog steeds gestreden en zwijgt voor velen de muziek. De tederheid is overleden en onze dromen zijn doodziek. Natuurlijk laat zich alles kopen voor wie er maar het meeste biedt. En worden bloemen doodgelopen, maar een vriend zien huilen liever niet. En natuurlijk hebben we verloren en wacht de dood ons aan het eind. Met onze schouders ver naar voren staan wij nog amper overeind. Natuurlijk zijn we vaak bedrogen en liggen vogels in het riet die voor het laatst hebben gevlogen. Maar een vriend zien huilen liever niet. Ja, het is een raar bericht wat gisteren naar buiten kwam. Ja. Een bericht waar, denk ik, iedereen, in ieder geval ik, heel erg van schrok. Ik ook wel. Toen jij ook hoorde. Wel, denk ik. Nou, ik heb het twee weken geleden gehoord. Want in principe is de behandeling voor keelkanker geslaagd. Alleen ergens in het traject is er iets ontsnapt en in mijn longen terechtgekomen. En dat is niet te genezen. En dat heb je twee weken geleden gehoord? Ja, dat zijn wel rare doktersgesprekken. Ja. Had je enig idee toen je naar de dokter ging dat het die kant op zou gaan? Ik wist dat het fout was toen ik vanuit de wachtkamer niet hoefde te gaan zitten, maar meteen kon doorlopen. Dan weet je van dat is niet normaal. Hoe kwam je erachter dat er iets aan je keel aan de hand was? Wat voelde je? Ik had gewoon keelpijn. Dat was in augustus. En ik heb een antibiotica-kuurtje geslikt. En toen bleef ik keelpijn houden. En ik had een hele jonge invalarts. En die vond dat niet normaal. En binnen 3 dagen zat ik in het Antonie van Leeuwenhoek. Via een paar jonge artsen die ik overigens allemaal wil complimenteren. En daar is keelkanker geconstateerd. Dat zagen ze meteen. En toen was mijn reactie eigenlijk. Ik ben op de, met mevrouw naar de auto liep. Ik zit eigenlijk al een tijdje op een dood punt. Waarin ik het gevoel heb dat er iets moet gebeuren. En nou is dit niet precies wat ik wilde dat er gebeurde, maar er gebeurt wel iets. En die instelling heb ik eigenlijk gedurende de hele behandeling kunnen vasthouden. Ik vond het ook niet zo moeilijk. Dus ik heb ook. Ik denk dat ik. Literair misschien mijn beste, maar muzikaal heb ik iets gemaakt dat zou ik nooit gemaakt kunnen hebben zonder deze ziekte. En ik heb altijd geprobeerd het van die kant te bekijken. Alleen toen ik weer vreemde problemen met mijn keel had en mijn echte stemmendokter belandde en die werd wantrouwig. Ik heb eerst een PET-scan gehad en toen rolde eruit van ja, het zit in je longen nu en daar is niets aan te doen. Dat was eerlijk gezegd wel even een bijl in mijn nek. Het is een doodvonnis. En ik heb altijd die behandeling voor die keelkanker gezien als een strijd. Ik voelde me ook echt een soldaat. Ja, als ik het AVL Antonie van Leeuwenhoek binnenkwam, zag ik die andere patiënten ook als dat waren strijdmakkers of zo. We waren door een onzichtbare hand niemandsland ingestuurd en de vijand ging vluren. En sommigen van ons zouden het overleven en anderen niet. En ik hoopte, alles wees erop dat ik het ook zou overleven. Alleen, dan hoor je dus dat dat niet het geval is. Maar ik ben nu weer de afgelopen twee. Ik heb wel meteen een pakje sigaretten gekocht. Dat was niet zo heel slim medisch gesproken, maar menselijk denk ik wel begrijpelijk. Ja. En nu ben ik weer aan het kijken wat er in de tank zit. En dat optreden op Pinkpop is wat dat betreft een godsgeschenk. Omdat ik ben ook weer gaan trainen.
Ik ga elke week sta ik weer op de tennisbaan. Je ziet er ook goed uit. Ja, ik voel me ook heel goed. Ja. Ja, ik voel me prima. Ik zit hier onder andere ook omdat zeg maar, al die patiënten daar, met name in het AVL, we zijn toch een soort clan of zo, weet je wel. Ik zag ons op een gegeven moment ook als een soort elite. Als je daarna in lijn 2 gaat zitten, dan kijk je omheen en zeg je, ja, jullie hebben dat allemaal niet meegemaakt. Weet je wel, je bent ook een beetje op een rare manier bevoorrecht, zo gek als dat klinkt. Ja, ze zeggen wel eens dat als je zo'n ziekte meemaakt, of jezelf of in je omgeving, het maakt je op een of andere manier maakt dat je ook rijker. Wat dat ook mogen betekenen. En dat heb jij dus ook. Dat nou, wat het onder andere betekent, is dat je een veel scherpere bullshit radar krijgt. Dus er komen een hoop rare dingen op je af. Hè. Toen ik het te horen had gekregen in het begin, was het volop zomer. Dus ik zat vaak op terrasjes. En er komt op een gegeven moment een soort halfbekende, vage kennisvrouw bij me aan tafel zitten, ongevraagd. En die opent met de zin van... Ja, ben je nou niet bang om dood te gaan? Ik zeg van, ik wist niet eens hoe ze heet. Ik zei, nee, eerlijk gezegd ben ik niet zo heel erg bang om dood te gaan. Waarop zij zegt van, nou, ik heb het ook, maar ik ben wel bang om dood te gaan. En ze zegt, mijn beste vriendin, hè, die had het ook, maar die was ook niet bang om dood te gaan, maar die is mooi wel dood nu. Zo zat er als van, heb ik dit gesprek? En ik heb een paar keer meegemaakt dat ik... Je wordt wel boos van kanker. Dat schijnt iedereen te hebben. Hoe wordt boos? Wat bedoel je dan? Ja, ik weet niet. Je reageert heftig op dingen. Professioneel heb ik dat een paar keer meegemaakt. Dat er gewoon dingen gebeuren op een repetitie of zo die me niet bevielen. En dan word ik wel wat feller dan ik normaal zou worden. En dan... heb ik wel een paar keer meegemaakt dat iets wordt uitgespeeld wat ik ben genoemd de kankertroef. De kankertroef? Ja, en dat is die kan van twee, door twee spelers kan die worden uitgespeeld. De ene kant die zegt van ja, als jij niet zou hebben wat je hebt, dan zou je je nooit zo gedragen als je je nu gedraagt. Dat is de kankertroef van de tegenpartij? Ja, dat is best gemeen. Maar jij speelt dus ook een kankertroef? Nou, ik heb het nooit gedaan, maar van mijn kant kan ik altijd zeggen van... als jij je tegenover mij gedraagt als een klootzak, weet dan wel dat je je gedraagt als een klootzak tegen iemand die terminaal ziek is. Mm. Het is allemaal best grimmig, maar er zitten ook hele grappige kanten aan. Ja, maar wat ik opvallend vind hè, aan het even hele... Even een slokje, ja, natuurlijk, neem een slokje. Neem een slokje, ja. Hoeveel je wil. Maar wat ik heel opvallend vind, is ook in de toon van het persbericht, maar ook, ik hoor je vanmorgen bij Giel en ik zie je ook aan tafel en ik spreek met je. Je maakt een hele rustige indruk. Ik heb niet het gevoel te maken te hebben met een man die depressief naar zijn einde gaat. Nee. Is dat een altijd zo op deze manier? Of heb je ook momenten dat je zegt van poef? S'nachts? Ja, als ik s'nachts wakker word, dat gebeurt gemiddeld 2 keer, dan ziet het er allemaal wel heel somber uit. Dan sta ik op, neem ik een glas wijn, ga ik weer slapen, dan ben ik weg. Maar overdag, en ik krijg heel veel bezoek, en wat ik vandaag allemaal krijg aan warme reacties. Ik dacht altijd dat ik een handjevol fans had, maar nu blijkt dat ik echt ongeveer een paar duizend vrienden echt heb. Mensen die zo... warm reageren. En om het andere lid van je vraag te beantwoorden. Mm-hmm. Kijk, iedereen gaat dood. En ik ben wel eens bang voor hoe het dan in effectief gaat straks. Hè? Maar iedereen is daar bang voor. Oude mensen bijvoorbeeld, die denken daar elke dag aan. Van hoe stap ik eruit? Ik vind het niet erg om eruit te stappen. Ik vind het jammer dat ik zo jong ben, relatief. In juli word ik 62. Ik vind het erg voor mijn vrouw en voor mijn zoon. Maar voor mezelf is het... Ik heb een oeuvre gemaakt waarvoor ik me echt absoluut niet... Er zit geen bullshit bij. Ik hoef me er helemaal niet voor te schamen. Ik heb het laatste half jaar een muziekstuk gemaakt van 40 minuten van... waarvan er denk ik niet veel ooit gemaakt zijn. De Platina Blues. Ja, en dat zie ik echt als, denk ik wel, mijn masterpiece. Het is, ja, in jouw wereld, het is een set van 40 minuten eigenlijk. Zoiets heb ik nog nooit gemaakt, waarin ik inderdaad 40 minuten... zonder ooit voor het publiek te doen de spanningsboog moet vasthouden. Nou, dat was zo'n uitdaging. Het is me gelukt ook. Ja. Vind ik echt...
Yes, zit ik dan. Dat is fantastisch. Zullen we een klein stukje laten horen? Ik heb het mogen luisteren al. Ja. Ik ben in de auto gaan zitten, want in de auto luister ik altijd het lekkerst naar muziek. Iedereen. Ja, ja. Ja. Dus ik ben in de auto gaan zitten en ik heb het in de cd-speler gedaan. En ik heb mijn hart gezet zo. En het nam me mee, het geeft beelden mee, ja. Kreeg ik van ja. Bij het stuk. Ik heb een klein stukje uitgezocht waarin jij ook... jij zingt. En dan, laten we gewoon maar gaan luisteren. Het uit op mijn leven. Maar mijn leven wijst hem af. Zolang ik leef. Hij is uit op mijn liefde. Maar mijn liefde wil hem niet. Zolang ik droom. De dood jacht er mij de kale, haveloze dood. De dood jacht er mij de vuile, uitzichtloze dood. De dood is op jacht. Maar ik zwerf in mijn dromen. En mijn dromen zijn verboden voor de dood. Ja, de laatste zin. Mijn dromen zijn verboden voor de dood. Ja. Gelukt dat? Dit heb ik geschreven tijdens de behandeling en toen lukte dat vrij goed. Maar het stuk is eigenlijk één nacht in het ziekenhuis. Hè? En de morfine die druppelt en die druppelt en die druppelt. Dus hij komt langzaam, ik spreek over als hij, maar in een roes. En op dit punt is hij wel al heel, heel ver, ver weg. Maar dat was wel wat ik toen dacht. Want je dromen zijn inderdaad, dat is zo'n privé domein. En ik kan me zelfs iets voorstellen dat als je er niet meer bent, dat je droom, dat nog doorgaat of zo. Ik heb eens omdat ik een artiest ben, heb ik veel over de dood zitten nadenken. Ik heb wel eens geopperd de zielen van de mensen, van de overleden mensen, allemaal in de zwarte gaten terechtkomen. Mm-hmm. En dat daar dan een soort prachtig banket is met allemaal diamanten, kroonluchters. Waar iedereen tot het einde der tijden helemaal uit zijn dak gaat. Ik vond het wel een... mooi... Nou, het slaat niet aan, hoor ik al. Nee, maar... ik vond het wel een mooi idee zelf. Wat ik ook wel weet, je hebt keelkanker. Maar je ontsnapt in je dromen, dat is eigenlijk wat ik hiermee bedoel. Ja, nou, maar goed, je beschrijft het heel mooi. En dat stuk, ga je het uitbrengen eigenlijk, Platina? Ja, alleen hoe weet ik nog niet. CD's dat laat ik ook aan mensen over die er verstand van hebben. Ja, het komt zeker uit, maar misschien alleen op internet. Misschien ja, als film. Kijk... Keelkanker komt in de meeste gevallen komt het door roken. In jouw geval komt het ook door het roken. Roken en drinken. Roken en drinken. Ja. Hoeveel heb je gerookt in de gedurende jaren? Nou ja, ik heb 40 jaar gerookt. Stevig, ja. Maar ik was 3 jaar geleden gestopt. Dan zijn er ook 2 manieren op te reageren. Van, ik was toen gestopt. Waarom word ik dan nu toch nog ziek? Mijn reactie van ik wist al die tijd dat ik zoiets op zou kunnen lopen. Dom. Maar, nee, het gaat niet om dom, het gaat erom... Maar ik heb bijvoorbeeld geen geduld als mensen me dat verwijten. Zo, nee. Ja, maar je hebt erom gevraagd. Nee. Daar praat ik niet mee. Nee, ik vraag me meer af hoe je daar zelf op terugkijkt. In de zin van, geniet je nog ook achteraf dan van de sigaret? Of denk je van, shoot. Nee, ik kan wel weer van een sigaretje genieten. Ja, eerlijk gezegd. Ik heb ook altijd met plezier gerookt. Alleen ik kreeg op een gegeven moment last met zingen, anders was ik nooit gestopt. Mm. Als ik een romanschrijver alleen was geweest, was ik denk ik nooit gestopt met roken. Mm. Nou ben je ook schrijver, want je hebt ook een roman geschreven nu. Ja. Je vijfde boek. Mijn vijfde boek. Ja. We gaan nu weer in redactie. Ja. Daar heb ik enorm veel plezier in. Dat speelt zich af in waar ik vandaan kom, in mijn jeugd. De hoofdpersoon is een tekenaar, een beetje een timide jongen, zoals ik eigenlijk. En hij wordt tekenaar bij de krant en hij begint dan als rechtbanktekenaar. Dat fenomeen ken je wel, hè? Die plaatjes. En hij wordt verliefd op een enorm zelfdestructieve fotografe. Ik heb enorm veel researchgesprekken gevoerd voor het tekenen met Peter van Straten, onder andere voor de fotografie met Patricia Steur, met wie ik morgen trouwens nog een laatste fotosessie heb.
En dan is er nog een journalist die heet Breukhout. En dat is mijn darling, dat is een soort kapitein Haddock. Robin de hoofdpersoon is Kuifje. Ja. En Breukhout is Haddock. Robin, het begint eigenlijk in Bergen eind jaren 60, begin jaren 70. Wat toen een totaal idiote gemeenschap was, als je erop terugkijkt. Aan de ene kant met al die kunstenaars die dus een avond voordat ze moesten inleveren pas aan het werk gingen. Sommigen dan, anderen niet allemaal natuurlijk. En dan een of andere flutdingetje inleverden waarvoor ze vervolgens een modaal salaris kregen. Waar ze het hele jaar riant van in de kroeg konden zitten. En natuurlijk de seksuele revolutie. Die toen ook uitbrak. Dus ik ben als 18-jarige jongen een keer bij. En dat begon met een partijtje strippoker. Maar dat mondde echt uit in een heuse orgie. En ik zat echt, ik was 18, weet je wel. En ik zat echt van wow. En het waren al die mensen die waren te vroeg getrouwd. Het waren vaak nog, die hadden kinderen, dat waren moedjes. Hè? Een kindje krijgen en dan moeten trouwen en zo. Mm. En die sloegen echt helemaal los. Ja. Het was een geweldige tijd. En dan, het grootste deel van het boek speelt zich dan wel af in Amsterdam. Mm. En Breukhout en Robin die trekken er dan op uit naar wat historisch. Een concert van Doe Maar in Paradiso zit er bijvoorbeeld in. Waarbij het zo'n toestand is voor Paradiso dat het hele Leidseplein door de ME is ontruimd. Ik zat er middenin met traangas en al. Ja, dat is de creativiteit die je in je hebt. De creativiteit heeft ook een enorm oeuvre achtergelaten. Je hebt net al gezegd, er zit geen bullshit tussen. Dat is allemaal mooi en fraai. Heb je een idee? Kijk, Pinkpop, hoogtepunt straks. Ja. Toch? Ja, daar ben ik nu ook voor in training. Want... Ja, daar kijk je. Ik was echt stom verbaasd dat jullie nooit eerder op Pinkpop hebben gestaan. Nee, het is ook een raadsel waarom. Er is één keer hadden we op Rock Werchter gespeeld in 91. En daar is backstage echt zo'n napkin deal. Je kent dat waarschijnlijk wel. Zo'n vette... Een bedrag, een handtekening en een datum. Ja. En ik stond daarbij en dat was om met Jan Smeets. En daarna was het nee, het gaat toch niet door. En ik ben altijd geïntrigeerd geweest door wie dan gezegd heeft van... Hey, we willen de serie niet op Pinkpop hebben. Ik heb wel begrepen dat toen iemand heeft gezegd van... Ja, maar het is niet zo'n goede festivalband. Dat was een denkfout. Wij waren in 91, 92, 93, 94, we waren de beste festivalband van de Lage Landen. Dus dat durf ik rustig te zeggen. Nou, iedereen is van hier. Ik bedoel, alles was toen in de tijd. Ja, maar ook hoe dat ging. We hebben voor de Iering ingevallen op Parkpop. Omdat George Kooijmans keelproblemen had. En dan ben je best nerveus, hè? De Iering in Den Haag, groot festival. Maar ook dat hebben we echt, we konden dat gewoon niet. Hey, jullie zijn een waanzinnige band, dat gaan we straks ook nog horen. Wat is de dat is een hele rare vraag misschien. De arts heeft ook tegen je aangegeven wat de prognose is. Hè? Je hebt vanmorgen ook gezegd, 6 tot 9 maanden is dat ongeveer. Ja, maar daar heb ik inmiddels een beetje zo van een andere arts zegt weer van... Ja, het is koffiedik kijken en... het zal gewoon niet zo lang duren. Maar ik vertrouw er wel een beetje op dat ik het iets langer volhoud. Gewoon omdat ik die behandeling ook zo goed doorstaan heb. En omdat ik toch wel een beetje een diehard ben... Voel je nou iets met je longen, met ademen? Of, Ja, maar dat voel ik al 40 jaar, schat. Okay. Dus, dat niet is anders? Nee, dat is niet anders. Nee. Raar, hè? Ik ben nu vocaal een beetje out of shape, maar dat komt ook wel goed. Je gaat nog één nummer spelen straks. Ja, Waarom speciaal dat nummer? Nou, dat is heel simpel. Wij hebben elkaar een keer ontmoet na bevrijding... Het 5 mei viering. En wij liepen met z'n drieën langs Carré. En het concert was geweest waar mijn nummer was gespeeld door een groot orkest. En ik zag daar Edgar Davids eigenlijk, sorry, eerder dan ik jou zag. Ja, natuurlijk. En ik stak mijn hand uit van Edgar. En hij deinsde echt zo terug. Hij wist natuurlijk totaal niet wie ik was. Jij maar niets voor Edgar. En nou ja, hij was toch een beetje, wat moet hij... En jij zei toen van... Edgar, deze man heeft soul. Ja. Oké, toen kreeg ik ook een hand van hem. Dat ben ik nooit vergeten. Ik kreeg het overigens op dat moment warmer dan van het hele concert. Wat we er net met z'n allen... Ja, dat vond ik maar geweldig. Waarom? Waarom bedoel het kwam uit mijn hart, hoor. Want ik vind het ook echt. Ja. Als je kijkt naar je oeuvre, jullie maken dan rockmuziek. Ja. Maar ik heb het altijd ervaren als daar zit zoveel soul in...
En ja. dat zei ik tegen hem. Dus dat is niet iets wat ik heb gedaan. Dat is iets wat jij hebt gegeven. Ik heb daar ook veel mee. En ik heb, alleen ik heb op een gegeven moment... in het begin speelden we ook een soort soul-gerelateerde muziek met de scene. Alleen ik heb dat veranderd in rock. Omdat ik op een gegeven moment me schuldig begon te voelen over... dat ik zoveelste blanke artiest was... die geld ging verdienen met iets wat niet zijn eigen... Nee, ja. Luister, ik bedoel, het is misschien... Maar wat mij betreft, had jij nog jaren die zwarte muziek kunnen spelen... maar je speelt met een echt gewoon soul. Ja, maar om echt gewoon om zeg maar een song te schrijven... met pakweg Marvin Gaye in mijn achterhoofd... of met Otis Redding in mijn achterhoofd, ik speel het graag... Als ik alleen gitarist zou zijn, zou ik dolgraag in een soulband spelen. Maar ik vind niet dat ik soulnummers moet schrijven. Dus het is rock, maar het is rock wel met soul. Ja, dat heb je goed aangevoeld. Exact een jaar geleden maakten we dus voor het eerst een uitzending voor en met Thee Lauwen. En toen deed ik dat met het idee dat Thee nog maar een paar maanden te leden zou hebben. Maanden waarin hij nog mooie dingen zou gaan doen. En gelukkig heeft hij dat ook gedaan. En Thee had hier vanavond heel graag bij willen zijn. En we hebben in de aanloop naar deze avond veel gesprekken met elkaar gehad over hoe deze avond eruit moest komen te zien. Hij zou hier aan tafel gezeten hebben, maar deze gezondheid laat dat op dit moment niet toe. Helaas. Als het goed is, zit hij wel thuis voor de buis te genieten. Laten we dat gewoon hopen. Gisteren zocht ik hem in ieder geval op thuis, omdat hij hoe dan ook een bijdrage wilde leveren aan deze avond. En ik vroeg hem als eerste hoe hij terugkijkt op afgelopen jaar sinds de laatste open. Na ons interview ben ik terechtgekomen in een, het bekende Nederlanderschap eigenlijk. dat vond ik voor het grootste gedeelte eigenlijk best leuk. Als je een beetje weet om wie je heen moet lopen in een boog, dan gaat het best. Toch? Afgelopen jaar, als ik denk aan jou, afgelopen jaar sinds de laatste open, denk ik aan optreden Vrienden van Amstel. Ik denk aan Pinkpop. Ik denk aan je boek wat je geschreven hebt, Juliette, wat op de planken komt, hoor ik net van Marijke. Er komt een nieuw boek aan, De Grote Vakantie. Ja. Je hebt nou niet echt bepaald stilgezeten afgelopen jaar. Ik kan inmiddels echt niet langer dan hooguit een uur werken. Maar als je dat in kaart hebt, dan is dat goed te doen eigenlijk. Maar ik ben niet gezond of zo. Het is niet ook een drive die in me zit of zo. Het is gewoon, dit verhaal moet nog af. Want je schrijft nog steeds nu? Ja, ik probeer elke ochtend... ze zijn inmiddels alinea's geworden in plaats van pagina's of hoofdstukken. Maar dat doe ik wel, ja. Krijg je het boek af? Dat is de vraag. Open hoop ik is een instituut wat langer blijft bestaan. Dat hoop ik ook. Ja. En als jij nog de boodschap die je sowieso wil achterlaten zou moeten zeggen, wat is die boodschap dan? Waar open aan verbonden zou moeten blijven? Ja... Voor mij is waar vrijwel alle krakeel over gaat, is afkomstig van dat we leven in een samenleving van elementen die niet transparant zijn, waar je vaak niet voor kan zien wat de motieven zijn. Een vernietigingsdrang. Ja, ik denk nu hardop, misschien moet ik dat niet doen, maar... Als iedereen alleen al zou kunnen leren om... niet bang te zijn
minder snel bang te zijn. Ik wil je bedanken, Thee. Alsjeblieft. And the demon who pursued me, I see his footprints.